Hi, ik ben Smartphone-man Dominique en ik heb hier de OnePlus 11 in handen. Die OnePlus 11 die kost €820 en houdt een beetje het midden tussen een basis high-end smartphone en een luxe toptoestel. En in deze review vertel ik je waarom dat eigenlijk best wel goed uitpakt. Het ontwerp van dit toestel is op de meeste vlakken gewoon erg luxe. Hij is van aluminium en glas. Hij heeft een aluminium frame, glazen voor- en achterkant. En hij is er in twee afwerkingen. Namelijk de groene, die is glanzend. En deze zwarte, die is niet alleen mat, maar een soort van sandstone mat. Hij is wel behoorlijk glad, maar verder komt het een klein beetje over als de originele sandstone finish van de OnePlus One. En dat vind ik wel heel erg tof. Ik vind dit persoonlijk de mooiste variant. Nou, verder is het ontwerp vooral gekenmerkt door de grote camera-eiland op de achterkant. Dat is een rondje, niet meer vierkant zoals in de OnePlus 10 Pro, maar nu rond. Wat ik jammer vind is dat er een lijntje zit hier waar het camera-eiland overgaat in het frame van het toestel. Nou, het valt niet super erg op en het is niet echt een probleem, maar het doet net een beetje af aan het luxe ontwerp van het toestel. Wat het verder wel echt is. Nou, er is ook een mute switch, dat is fijn, daarmee kun je hem op trillen of op geluid of op stille stand zetten. En de telefoon is voorzien van een vingerafdrukscanner in het scherm, dat is een optische scanner. Die werkt snel, maar niet zo accuraat als sommige andere, maar hij is wel ruim goed genoeg. Wat ik jammer vind is dat het toestel niet volledig waterdicht is, niet IP68, maar IP64. Dat betekent dat hij wel stofdicht is, maar spatwaterbestendig. Dus als je er een keer iets overheen morst, is niet zo erg. Je moet er niet mee gaan zwemmen, nou, dat moet je eigenlijk sowieso niet met een smartphone, maar bij deze gaat dat nog net wat minder goed. Het scherm is iets waar dit toestel echt boven zijn klasse scoort. Hij heeft een 6,7 inch Quad HD Plus AMOLED scherm en dat is een LTPO 3.0 scherm, wat dat dan ook mogen betekenen. In ieder geval is het een LTPO scherm en dat betekent dat de verversingssnelheid variabel is tussen de 1 Hz en de 120 Hz. En dat maakt het scherm gewoon heel erg vloeiend en mooi. Nou, verder is ook de kleurweergave van het scherm heel goed, het contrast van het scherm is goed, de helderheid is met een piekhelderheid van 1300 nits lekker hoog en ja, het toestel is gewoon echt voorzien van een heel mooi scherm. De meeste telefoons in deze klasse hebben geen Quad HD Plus scherm, maar een Full HD Plus scherm. En deze is dus gewoon wat scherper, bovendien qua kleuren heel mooi en dus het scherm echt heel goed. Iets anders wat heel goed is aan dit toestel zijn de prestaties. Hij heeft een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, dat is de snelste Android chip van dit moment. En dat is bovendien ook een lekker zuinige chip. Nou, die ondersteunt natuurlijk 5G. Verder heeft dit toestel 8 GB of zelfs 16 GB werkgeheugen. Dus als je veel wil multitasken, dan zit je met dit toestel ook wel goed. Hij heeft 128 of 256 GB opslagruimte. Verder heeft hij een eSIM en dat is voor OnePlus een first. En dat is handig als je bijvoorbeeld op reis gaat en er een reissimkaartje in wil stoppen. Over de software valt niet heel veel te zeggen, behalve dat het een evolutie is van de weg die OnePlus al ingeslagen is. En dat is de weg van Oppo. De software heet nog OxygenOS, maar eigenlijk is het bijna ColorOS van Oppo. En ik ben niet ontevreden over die software. Ik weet dat sommige mensen er niet heel erg groot fan van zijn, maar ik vind het wel fijn werken en er ook behoorlijk mooi uitzien. Ik vind wel het oude OxygenOS, dat heel erg leek op de standaard van Android, beter. Maar ja, die tijden zijn er helaas niet meer. Wat wel heel goed is, is het updatebeleid. OnePlus belooft 4 Android upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates. En dat betekent dat je met dit toestel voorzien wordt van Android 17 uiteindelijk. En dat die tot het voorjaar van 2028 geüpdate wordt. Net als voorgaande jaren heeft OnePlus weer een samenwerking met Hasselblad voor de camera van deze OnePlus 11. Er zijn 3 camera's op de achterkant en een Hasselblad logootje. Die 3 camera's zijn een hoofdcamera, een grootoecamera en een zoomcamera. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, de grootoecamera 48 megapixel en de zoomcamera is een 32 megapixel camera met 2 keer zoom. Geen 3 keer zoom meer, dus zoals voorgaande jaren. En dat komt omdat deze camera helemaal gefocust is op portretten en 2 keer zoom is ongeveer de ideale brandpuntsafstand voor een portret. Nou, de portretmodus is OnePlus heel trots op, is in samenwerking met Hasselblad gedaan. Hij is niet slecht, maar ik moet zeggen, ik ben over het algemeen überhaupt niet zo'n fan van portretmodus op smartphones. Want je ziet toch altijd dat het een beetje nep uitgesneden is. Dat geldt ook bij dit toestel. Hij is wel gewoon goed, maar ja, ik vind het allemaal niet zo bijzonder. De camera kwaliteit over het algemeen, die is wel erg goed. Ik heb deze telefoon naast een heleboel andere toestellen gehouden. Allereerst de OnePlus 10 Pro. En daar valt op dat dit toestel iets contrastrijkere foto's maakt. Tot een beetje soms het overdreven aan toe. Maar ik vind de kleuren van deze foto's wel over het algemeen net iets mooier. En wat vooral opvalt is dat hij bij slecht licht een betere witbalans heeft. Dat is fijn. En de foto's zijn net wat detailrijker.
Ga je hem leggen naast de beste camera's op de markt, bijvoorbeeld een Google Pixel 7 Pro of een Apple iPhone 14, dan maakt deze toch net wel iets minder mooie foto's. De foto's zijn net wat minder natuurlijk, ze zijn net wat meer oververscherpt en ziet er iets meer uit alsof er veel aan gedaan is. Nou, dat komt net wat minder natuurlijk over allemaal, maar het zijn kleine dingetjes en uiteindelijk maakt deze telefoon wel hele mooie foto's. Ik heb hem trouwens op een feest 's nachts meegehad in het donker. Was ik niet heel erg onder de indruk van hoe de foto's eruit zien. Zijn ook zeker niet slecht, maar er zijn toestellen die dat wat beter doen. Dus over het algemeen, de camera's van dit toestel zijn gewoon heel erg goed. Zeker geen reden om het toestel te laten liggen. Maar het zijn ook net niet de beste camera's die je in een smartphone kunt krijgen. Op batterijvlak zijn er bij dit toestel twee dingen aan de hand. Eentje is dat de batterij ontzettend goed is. Dat komt omdat het ten eerste een vrij grote 5000 mAh batterij is. En ten tweede omdat die Snapdragon 8 Gen 2 chip echt behoorlijk zuinig is. Dat betekent dat je met dit toestel met intensief gebruik in ieder geval makkelijk de dag doorkomt. Met mijn gemixte gebruik, waarbij ik één dag thuis werk en één dag meer onderweg ben op kantoorwerk, kom ik twee dagen ook redelijk goed door. Dat is net wat boven gemiddeld. Vandaag is het zo dat ik al in de derde dag van mijn gebruik zit. Ik ben wel drie dagen thuis geweest, dus daarmee zit hij veel op de wifi en heb ik hem ook iets minder gebruikt. Maar het is nu 9:30 en de batterij zit nog op 10% op dag 3. En dat vind ik toch wel heel erg netjes. Dus de batterijprestaties van dit toestel zijn gewoon supergoed. De laadfunctie is supergoed in de zin van dat hij heel erg snel is. Hij kan met 100 watt laden en dat is gewoon top. Hij zit binnen 25 minuten ongeveer vol. Hij is minder goed in de zin van dat hij niet draadloos kan laden. En dat is iets dat in een high-end smartphone toch wel redelijk standaard is. En dat ik erg jammer vind dat OnePlus weggelaten heeft. Ik vind draadloos laden persoonlijk een hele handige functie. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het je weinig interesseert. En omdat hij bedraad wel supersnel kan laden, is de laadfunctie over het algemeen gewoon ruim goed genoeg. OnePlus gaat met de OnePlus 11 op zoek naar een nieuwe balans in het topsegment en doet dat wat mij betreft erg goed. Het is niet meer de super uitgebreide luxe smartphone die de OnePlus 10 Pro was. Hij kan niet meer draadloos opladen. Hij is niet volledig waterdicht. Nou, dat zijn twee belangrijke puntjes. Maar aan de andere kant is het wel een telefoon die wat goedkoper is dan zijn voorganger. Die ook zeker goedkoper is dan alle echte top smartphones. En die wel wat luxer is dan de normale high-end smartphones. Dat zit hem vooral in het scherm. Dat grote 6,7 inch Quad HD Plus scherm met gebogen schermranden. Dat er heel mooi en luxe uitziet. Dat is echt een voordeel als je hem vergelijkt met bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S23 of met een Xiaomi 13. Die toestellen zijn bovendien qua adviesprijs zelfs nog duurder dan dit toestel. Wat je daarvoor inlevert valt eigenlijk best wel mee. Dat is bijvoorbeeld dus dat draadloos laden. Het is ook dat je met deze telefoon niet de beste camera ooit krijgt. De software is niet mijn favoriet, maar is ook zeker niet verkeerd. Het updatebeleid is wel gewoon heel erg goed. De prestaties zijn heel erg goed. De batterij is heel erg goed. De telefoon ziet er gewoon luxe uit. Dus het totaalplaatje van dit toestel is wat mij betreft heel erg goed. En ik denk dat deze OnePlus 11 van de nieuwe smartphones van 2023 de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft. Ik ben Smartphoneman Dominique en dit was mijn review van de OnePlus 11. Ik ben benieuwd wat jij van het toestel vond en wat je van de video vond. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk ook terecht in de reacties onder deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jou heel graag een volgende keer.